Nou, daar staan ze. De paashazen voor dit jaar. Gemaakt door deze man, de Frank. En hij is alweer druk bezig. Dit zijn de mallen, Frank? Dit zijn de mallen, ja, dat klopt. Hoe werkt nou zoiets? Nou, oh, kijk uit. De binnenkant. Even wat ingekleurd. Dus ik heb de temperatuur gemaakt. Zo doet het iemand die dat echt heel goed kan. Hoeveel maak je er nou per dag? Een stuk of 12 van deze. 12? Toch wel? Ja. En door heel Pasen genomen, met voorbereidingen al? Voor heel Pasen ben ik 3 maanden bezig ongeveer. Nou, 2,5, 3 maanden. 3 maanden bezig? En dan, ja, ik giet niet elke dag chocola. Dus meestal dinsdag en donderdag giet ik chocola. Dus dan ben je een aardig tijdje bezig om dit allemaal rond te krijgen. Dit zijn de ogen en zijn neus. En zo ga je verder kleuren. Dan pak je de volgende vorm weer. Die wordt weer met puur gedaan en met wit. En zo kleuren hem op totdat hij af is. En daarna gieten we hem af in de, met de chocola. En dan daarmee wordt het zo meteen afgegoten met de chocola. Om 6:10 weer hier Hilarius. En een leuk audiofragment.